Hoi, Sven hier en welkom bij deze video. In deze video ga ik de vraag beantwoorden die jullie 2 weken geleden konden insturen voor de Q&A. Dus ik praat niet te lang, laten we gewoon gelijk beginnen. Ik heb vele jaren genoten van jou als zowel filmmaker als acteur. Als je één van de twee zou moeten kiezen, waar ligt dan jouw voorkeur? In alle eerlijkheid, het acteren toch wel. Ik vind acteren toch wel heel erg leuk en ook als ik in theaters kom bijvoorbeeld voor een voorstelling, dan kriebelt het gewoon om zelf op het podium te staan, dingen te spelen of te vertellen. Maar als ik echt mag kiezen, inderdaad achter de camera of voor de camera, dan kies je toch echt wel liever voor de camera. Maar ik vind beide wel heel erg leuk om te doen. Hey Sven, waar haal je je inspiratie vandaan? De onderwerpen die je behandelt zijn namelijk enorm divers. Ja, de ideeën komen echt overal vandaan. Echt overal. Ik haal sommige inspiratie uit boeken. Ook wel eens uit andere films. Maar dan wil ik er wel echt een hele eigen draai aan geven, zeg maar. Dat het concept heel dicht te zien is. Maar van de rest eigenlijk een hele grote eigen draai aan is gegeven, zeg maar. Maar soms komen ideeën gewoon echt uit het niets. Dus dan loop ik over straat en denk, dan hoor ik muziek bijvoorbeeld, of instrumentale muziek of filmmuziek. En denk van, wow, bij deze muziek zal ik soms verhaal schrijven. En die schrijf ik dan op en dan kijk ik wel, werk het uit en kijk ik hoe het uitpakt. Als het echt leuk uitpakt, dan ga ik proberen het te verfilmen. Leuk de Q&A. Ik heb eigenlijk best een vraag waar ik nieuwsgierig naar ben. Welke film of video vond jij persoonlijk het allerleukste om te maken en waarom? Ik denk de Babysitter Murders Part 2. Die vond ik gewoon zo leuk om te maken en te regelen. De locaties zijn tof, er zit humor in het verhaal, er zit wat actie in, er zit spanning in. Dat vond ik gewoon echt ontzettend leuk om te maken. Omdat alles samen dan in die film komt, ja, dat vond ik echt fantastisch. Sowieso het hele Babysitter Murders project was echt geweldig om te maken. Dat zou ik zo weer overdoen. Van welk boek zou jij nog een eigen film van willen maken? Wacht, ik pak hem erbij. Moment. Boep. Oké, ik heb hem er even bijgepakt. Haha. Het zijn 4 boeken trouwens, maar ik heb even eentje gepakt. Dat is de Summoner-reeks. Die vond ik wel echt heel tof. Gewoon de fantasie, de actie en het verhaal. Het spreekt me echt enorm aan. Dus als ik ooit soms dit boek kan verfilmen of iets mee kan doen, dat zou ik echt heel tof vinden. Maar ja, er zijn zoveel boeken die ik heb liggen die ik nog zo graag een keer wil verfilmen of iets van wil meenemen. Maar de tijd zal het leren. Beste Sven, wat is je levensspreuk? Ja, ik heb een levensspreuk en die heb ik te horen gekregen in de kliniek in 2017 van de medewerker daar. Die gaat als volgt. Als het leven geen zin heeft, kun je er ook geen punt achter zetten. Ja, die heb ik. Die vind ik heel erg mooi en die heeft me echt wel geholpen. Wat doe je dagelijks qua baan of studie? Om te beginnen, ik film heel graag. Ik ben best wel veel op pad met vrienden om lekkere leuke filmpjes te maken, waar nu dan eigenlijk een soort van einde aankomt. Verder maak ik af en toe filmpjes voor bedrijven, maar ook voor vrienden, aftermovies en zo. En verder werk ik ook deels in de zorg. Ik werk als huiskamermedewerker, medewerker wonen. Dus ik zorg ervoor dat de bewoners na het lunch krijgen, avondeten, ontbijt, kopje koffie, kopje thee en de boodschappen, dat soort dingen. Dat doe ik in de zorg. Dus, vind ik heel leuk. Waar zie jij jezelf over 5 à 10 jaar? Ik hoop vooral dat ik iets doe wat ik gewoon heel erg leuk vind. Ja, ik weet niet of dat als acteur is of als filmmaker of in de zorg. Ik weet niet als ik maar echt heel gelukkig ben. En ik hoop heel erg een eigen plekje te hebben tegen die tijd. Een goede baan. Leuk inkomen. En dat ik gewoon inderdaad kan doen wat ik gewoon heel erg leuk vind. Dat vind ik het belangrijkste. Dat ik gelukkig ben. Waarom ga je stoppen? Om even heel kort te zijn. Er komt nog een speciale video over. Maar om het even kort af te zeggen. Ik kom gewoon op andere dingen gaan focussen. Het gaat me ook niet meer lukken om fases te maken. Daar kom ik gewoon niet meer aan toe met mijn werk. Met wat ik nu wil doen. Ja, en ik merk ook gewoon dat ik zoveel bezig ben met dit filmen in mijn vrije tijd. Dat ik eigenlijk ook niet meer echt mijn rust kan vinden. Dus dan wil ik ook gewoon vaker rust inbouwen. Gewoon als ik een dagje vrij ben, dan ik ook gewoon echt zeg, ik ben vrij, ik doe de hele dag niks. Ik ga ook niet filmen of schrijven of monteren of wat dan ook. Klaar, gewoon lekker lang uit op de bank. Met een boekje, een colaatje of een lekkere film. En dat vooral. Maar er komt nog hier nog een uitgebreide video over waarom ik ga stoppen. En daarin vertel ik jullie alles. Sven, vanwege de komende Q&A wilde ik je nog een vraag stellen. In de ruim 6 jaar van filmmaken, wat zijn volgens jou de grootste lessen die je hebt geleerd / ontwikkelingen die je hebt gemaakt? Ja, qua camerawerk vind ik dat ik zelf wel heel erg vooruit ben gegaan. Dat zijn wel hele grote ontwikkelingen geweest. Wanneer gebruik je een close-up? Hoe breng je een goede diepte in je shot? Hoe maak je cinematisch? Ja, dat heb ik vooral heel erg geleerd. Dat vind ik wel een van de grootste ontwikkelingen. Want daardoor zien mijn video's, denk ik, naar mijn idee, wel beter uit. Top 10 favoriete en top 10 minst favoriete filmpjes op je kanaal. Zullen we een top 3 doen? Is dan 10 is wel heel veel. Noem er 3. Op nummer 1 staat mijn meest favoriete video's. Op nummer 1 staat The Babysitter Murders Part 2. Op nummer 2 staat Ontvoerd, aflevering nummer 1. Die vond ik echt heel leuk om te maken en er zit gewoon echt hele leuke humor in. En op nummer 3 staat waarschijnlijk Krijg Kanker. Die vond ik ook wel heel sterk om te maken qua boodschap die erin zat en hoe je om moet gaan met verlies. En gewoon, die vond ik heel leuk om te maken. Die vond ik gewoon, was ook heel gezellig toen.
Dan nu mijn drie minst favoriete films op mijn kanaal. Dat heb je ook laten zeggen. 1 aflevering van Schattenjagers, maar eigenlijk zijn ze alle 3. Ik ben niet zo trots op. Mijn tweelingbroer, die vind ik ook niet zo leuk eigenlijk. En nog 1 ander filmpje, maar die heb ik niet meer zichtbaar op mijn kanaal. Maar dat was de video Ik heb walvissen gezien. Die vond ik echt heel naar om te zien. Die heb ik echt weg ermee. Die wou ik echt niet meer zien. Dus die is weg. Nou, dat was het Q&A. Ik wil jullie allemaal heel erg bedanken voor het opsturen van jullie vragen. Nou, hopelijk heb ik jullie vragen goed beantwoord. En dan zie ik jullie bij een volgende video. Nog een hele fijne dag en tot de volgende keer. Adios!